Welkom in de nieuwe Ondernemers Boekencast, aflevering 101. We spreken vandaag het boek The Hard Things About Hard Things. En het is een beetje raar, want het is een Engelse titel. Het is een Nederlands boek. Het is de ondernemer zonder enige... Dat zeg je niet, ondernemen zonder enige houvast. Het boek uitgegeven door Business Contact. Dankjewel voor het opsturen ervan. Geschreven door Ben Horowitz. Nou, als je niet uit de wereld komt van startups en techbedrijven, dan zeg je die naam helemaal geen drol, helemaal niets. Als je uit de wereld komt, dan weet je wie het is. Hij is ondertussen, zeg maar, oprichter, medeoprichter van een bedrijf, Andreessen Horowitz. Dat is een durfkapitaal investeringsschema in Silicon Valley. Samen met Mark Andreessen dus. Die kennen we ook wel, als het goed is. Maar wat denk ik belangrijk is in dit boek, is dat hij medeoprichter was en CEO van het bedrijf Opsware. Nou, dat zegt de meeste mensen die niet bezig zijn met internet ook helemaal niks. En dat was voorheen LoudCloud. Nou ja, dat zeg je dan ook niks waarschijnlijk. Maar in 2007 is hij overgenomen door Hewlett-Packard voor 1,6 miljard dollar. Nou, dat zijn dan weer prestaties die passen in een Anglo-Amerikaanse omgeving, waarbij het uiteindelijk draait om: ik bouw een zo groot mogelijk bedrijf en dan verkoop ik het en dan ben ik binnen en dan doe ik dingen die ik wel leuk vind. Even een korte visie op het boek. maar wat hij dus deed, en dat is dan, ik vind dat dan mooi, want ik las wel vaker van dat het ondernemers, de blogs van die mensen. Dus hij schreef op zijn blog de ervaringen van hemzelf als CEO. En daar is dit boek uit ontstaan. En in tegenstelling tot veel boeken van ondernemers, beschrijft dit boek eigenlijk ook de minder rooskleurige kanten van ondernemerschap, van het CEO-schap van een bedrijf. En ja, zoals de titel het zegt, het gaat gewoon over, nou, dat het heel erg lastig, vervelend, hard is. Hard werken, maar ook harde keuzes maken, voor vervelende dingen komen te staan en ook je leven wat op de kop ligt. Er zitten heel veel dingen in. Ik moet zeggen dat ik niet echt een uitgesproken gevoel heb over het boek. Ik heb niet echt het gevoel dat ik het boek niet goed vind. Ik heb ook niet het gevoel dat ik het boek wel goed vind. Ik weet het niet zo goed. Het is een typisch Anglo-Amerikaans boek, dat staat voorop. Het gaat echt over van start-up uitgroeien tot een groot bedrijf, de winner-takes-all filosofie. Hè? Dus je moet de winnaar zijn in de markt en dan kun je allerlei keuzes maken. Hij geeft allemaal referenties aan Amerikaanse coaches, sportscoaches, businesscoaches, die een heleboel mensen in Nederland niet kennen, in Europa niet kennen. Het gaat over opschalen, het gaat over hard werken, het gaat over je gezin bijna te onder zien gaan, jezelf bijna onder zien gaan. En ik weet nou niet of dat nou een voorbeeld is wat ik zou willen aanbevelen aan ondernemers om te lezen, want ik vraag me af of dat de manier is zoals je zou willen leven. Ik heb ook even nagelezen op Goodreads. En over het algemeen krijgt het boek een goede beoordeling. 4,2 van 5 sterren krijgt hij. Maar als je de ratings leest van mensen met 1, 2 sterren, zie je ook werkelijk wel dat er best wel wat mensen zijn die zeggen: ja, dit is echt niet the way to go. Dit zo zou niet moeten willen leven. Dus dit is... Wordt het toch wel een leuk gesprek, Arno? Nou, dat had ik niet anders verwacht. Daarom denk ik, ik begin. Dus, stap maar meteen er zo in. Ja, precies. Aan jou, Tom. Nou, dat is, nee, vind ik leuk dat jij zo start, want we hebben het er nog niet over gehad, over het boek. Ja, dit is de book of the books. Dus voor de ondernemers onder ons. Ja, dit is ja, een van de meest belangrijke boeken überhaupt. Ben Horowitz is natuurlijk een van de grote helden van de ondernemers. En zijn blog is een van de meest belezen blogs überhaupt. Andreessen Horowitz is natuurlijk gewoon... Ja, dat is een van de top investeerders. En ook een van de meest... ja, in de hele categorie, ik zou maar zeggen, Peter Thiel en Reid Hoffman, Ben Horowitz, dat is wel de Champions League van de ondernemers die ook echt goed over ondernemerschap schrijven.
de blog of de blog van hem zou ik echt aanbevelen. Uiteindelijk is het boek eigenlijk een verzameling van zijn artikelen. En ik denk dat waar het boek mee begint het beste aangeeft waarom dat zo hartstikke goed is. Dus ik ga even een heel klein stukje voorlezen. Het begint met elke keer als, en ik ben het dus roerend met hem eens. Elke keer als ik een managementboek of een zelfhulpboek lees, reageer ik met, dat is allemaal wel goed en wel, maar dat is nou niet bepaald het lastigste aan deze situatie. Het lastigste is niet om een groot, gewaagd en avontuurlijk doel te stellen, tussen haakjes B-Hack, Jim Collins boek. Het lastigste is mensen te ontslaan als je je doel niet behaalt. Het lastigste is niet fantastische mensen aan te nemen. Het lastigste is omgaan met een situatie waarin die fantastische mensen rechten denken te hebben en met onredelijke eisen komen. Het lastigste is niet een organisatiedoel te ontwerpen. Het lastigste is mensen goed te laten communiceren binnen de organisatie die jij zojuist hebt ontworpen. Het lastigste is niet groots te dromen. Het lastigste is, hè, dat is dat van start with why en thinking big, et cetera. Het lastige is midden in de nacht badend in het zweet wakker te worden wanneer de droom een nachtmerrie is geworden. Nou, daarmee start het boek. Ik vind het fantastisch omdat ondernemen exact dat is wat hij beschrijft. En ik geef ook meteen de context. Ik ken ook best wel veel ondernemers, of in mijn eigen vriendenkring, die uiteindelijk daaraan onder ten door gegaan zijn. Dus bijvoorbeeld Entrepreneurial Organization, een van de belangrijkste netwerken van ondernemers, is opgericht omdat ondernemers zelfmoord hebben gepleegd. Dus uiteindelijk, wat is de kern van het verhaal? Ondernemen is enorm eenzaam. En er zijn tijdstippen waar het heel erg moeilijk wordt, waar je helemaal alleen bent en waar je er helemaal alleen zelf doorheen moet, waar je jezelf uit je eigen haren uit de modder moet halen. En wat zo existentieel is, dat je eigenlijk niet weet hoe verder. Dus kan dat alleen maar bevestigen, dat je 's nachts wakker wordt en dat je echt niet weet wat je de volgende dag moet doen. En dat je echt ook niet weet van hoeveel liquiditeit heb ik nog, of hoeveel mensen moet ik ontslaan, of rechtszaken met mede-eigenaren, et cetera. Het is ondernemen is een nachtmerrie. Het is een nachtmerrie. En al die boeken die geschreven worden, dat het allemaal fantastisch is, is wat mij betreft, ik wil niet zeggen dat het bullshit is, maar de verhouding tussen wat er wordt geschreven en hoe mooi het allemaal is en hoe succesvol het is, de sunny side of life, heeft met de realiteit helemaal niets, maar ook helemaal niets te maken. Het is afzien. En hij zegt bijvoorbeeld ook dat het enige echt goede boek wat geschreven is, is Andy Grove, Only the Paranoid Survive. Ik weet helemaal niet of wij dat besproken hebben, dat boek. Maar dat is wat mij betreft ook, samen met Ben Horowitz, is dat eigenlijk een van de weinige echt hele goede boeken over ondernemen. Ja, ik raad het iedereen aan. En eigenlijk kun je mensen alleen maar afraden überhaupt ondernemer te worden. Ik heb dat ook wel vaker gezegd. Een bedrijf wat bijvoorbeeld een orde van grootte heeft van, ik zou maar zeggen, tussen de 50 en 100 mensen, dat betekent dat 99% van de bedrijven het niet gered hebben. En dat is iets wat we ons eigenlijk niet realiseren, omdat we met z'n allen alleen maar die successtories steeds zien. Maar dat is dus ver achter de komma wat we eigenlijk zien. En daardoor dat dat helemaal niet de realiteit is, maar de indruk wel wordt gered dat we eigenlijk allemaal Elon Musk en Jeff Bezos en andere bedrijven zouden kunnen doen, dat we het alleen een beetje mensvriendelijker moeten doen. Dat is gewoon, je hebt het over de uitzondering van de uitzondering van de uitzondering. En dat is een beetje het idee van we kunnen allemaal, ja, als we aan de mini playback show meedoen, we kunnen allemaal Michael Jackson worden, of we kunnen allemaal, ik zal maar zeggen, Ronaldo worden of zo. Dus dat je tegen kinderen zegt van, nee, als je maar goed voetbalt, dan kun je bij Ajax 1 spelen. Nee, dat is dus niet zo. Het is elke keer x-cijfers achter de komma. En bij ondernemerschap hebben we exact hetzelfde probleem. En hij beschrijft eigenlijk in dat boek een hele hoop van dat soort situaties, waar je dan dat zit te lezen en denkt van, ja, hoe kan het eigenlijk nou dat je je privéleven bijvoorbeeld zo laat lopen, en dat je eigenlijk die prioriteiten zo verkeerd tussen aanhalingstekens zet, maar dat is wel wat in de praktijk gebeurt. Dus ik zie heel veel ondernemers ook wel ja, een hele hoge prijs betalen.
Of ze dan wel of niet succesvol zijn, dat maakt me niet eens uit. Maar je betaalt een hele hoge prijs voor de keuze dat je denkt van nou, ik weet het allemaal veel beter. Ik ga zelfstandig worden. Dit maakt voor mij het verschil tussen jou en mij. Jij bent een ondernemer, ik niet. En dus daar zit een groot verschil in. En dus ik zie mezelf die opoffering nooit doen, zeg maar. Daarom zou ik nooit zo'n ondernemer kunnen worden. Ik zie dat nooit gebeuren, dat ik mezelf en mijn relaties om me heen zo zou opofferen om dat te realiseren. En die behoefte heb ik ook niet. Dus dan zie je dus dat ik bij die 99,99% hoor, die dus dat niet redt, die dat niet gaat doen. Ja, misschien ook wel om misschien zo'n privé context te geven, dat mensen ook, ik zou maar zeggen, beter kunnen inschatten waar dat bijvoorbeeld vandaan komt. Elke ondernemer gaat door crisis en is, ik zou maar zeggen, 2 of 3 keer failliet. Faktisch failliet. Of belandt ergens, ik zou maar zeggen, voor een rechtbank, omdat oprichters elkaar de tent uitjagen. Allemaal meegemaakt. En het kost tonnen. Het kost tonnen. Ook enorme teleurstelling in andere personen op een manier die je eigenlijk alleen maar uit de relaties bijvoorbeeld kent van dat je zegt van oké, je gaat scheiden of zo. Dus heel erg substantieel. En wat dat betreft vind ik ook niet te vergelijken met normaal werknemerschap. Maar om even bijvoorbeeld ons bedrijf te nemen, dus visie. Wij doen hypotheekadvies. Voor de luisteraars die al vaker afleveringen hebben beluisterd, ik probeer daar vaak ook wel een beetje aan te refereren als ik denk dat het een inhoudelijke bijdrage is voor zo'n boekbespreking. En dan komen bijvoorbeeld een hele hoop factoren samen. Dus bijvoorbeeld bij ons is het geweest dat wij heel erg afhankelijk zijn van die hypothekenmarkt. En dan heb je Oekraïne-crisis en de hypotheekmarkt valt stil, et cetera. En dan, omdat je geen recurring inkomen, omdat je geen terugkerende inkomsten hebt, maar elke maand of elk jaar de teller weer op nul gaat, zakt zo'n markt gewoon in één keer helemaal in elkaar. En dan heb je wel gewoon je salariskosten. Alleen je ziet gewoon dat je eigenlijk gewoon dat je kosten gehalveerd moeten worden om het bedrijf in de lucht te houden. Nou, dat is bij ons gebeurd. Voor de mensen die het interessant vinden, ik heb daar ook over gepresenteerd en staat online. We kunnen wel een linkje toevoegen. Holacracy in times of crisis. Dus dat is het thema zelforganisatie in tijden van crisis. En dan moet je dus, dan weet je dus dat die markt naar beneden gaat, dat die halveert. Dan weet je dat je kosten moet halveren. En wat betekent dat? Dat wij begin 2022 binnen 10 weken 35 van de 70 mensen hebben moeten ontslaan. Nou, dat is dus wat in dat boek beschreven wordt. En dat is bijvoorbeeld voor mij kerst 2022 geweest. Nou, daar word je dus inderdaad, 's nachts word je wakker. En je gewoon echt niet weet van hoe ga ik dit in hemelsnaam oplossen? Gaan we het redden of niet? En dat is iets. En dan zit je dus in zo'n kersttijd, zit je dus in een privé situatie. En dan ben je lichamelijk zit je weliswaar daar aan tafel. Maar je bent gewoon helemaal niet aanwezig. Dus de mensen zeggen dan van hey Tom, hallo, ben je daar? Hallo. Weet je, dus en dat is. En je weet eigenlijk niet, zit ik hier volgend jaar nog als ondernemer of gaan we dat gewoon helemaal niet redden? En dat heb je Nee. natuurlijk in die coronafase ook met heel veel bedrijven gehad. Ik moet denken aan het stuk wat hij beschrijft in het boek. Om deze link te maken met wat hij dan beschrijft, met wat Ben beschrijft. Dat zijn schoonvader, de vader van zijn vrouw, die belt hem op dat zijn vrouw in het ziekenhuis ligt. En dat ze net daarvoor een paar keer was gestopt met ademen. Dat is eigenlijk dus dood was. En hij zit volop in dat bedrijf met allemaal problemen waar hij op dat moment mee van doen heeft. En op dat moment moet hij de keuze maken, moet ik daarheen ja of nee? Ik zou zeggen, elk normaal denkend mens die zou zeggen, ik ga nu daarheen. Het interesseert me geen zak wat er gebeurt in mijn bedrijf, ik ga daar nu heen. Maar nee, hij heeft een gesprek met zijn schoonvader en die schoonvader die verzekert hem dat het goed komt en dat hij niet hoeft te komen. En hij vraagt nog een paar keer, hoef ik echt niet te komen? Nee, ik hoef niet te komen. En hij blijft in zijn bedrijf en de familie van zijn vrouw blijft bij zijn vrouw. En
Dat soort extreme keuzes maken, dat beschrijft hij. Dus wat dat betreft is het een goed boek, zoals je al zegt. Hè? Dus hij beschrijft heel realistisch de problematiek waarmee je te maken krijgt als mens, de keuzes die je hebt te maken met de mens. Ga ik nu naar mijn vrouw die net eigenlijk dood is gegaan? Of sta ik hier voor een bedrijf waar 1.000 mensen werken en waar hun toekomst op het spel staat? Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat om op dat moment dat je niet te maken hebt met je eigen carrière, maar ook te maken met al die mensen die voor je werken, die dat bedrijf opgebouwd. Of we daar nog mee door kunnen gaan, of we failliet gaan of niet. Of dat we worden overgenomen, ja of nee. Nou, dat zijn extreme keuzes die je niet zomaar maakt. Ja, en dat is in principe ook wel. Ik heb me daar zelf ook wel op betrapt, want ik heb het boek afgelopen dagen gelezen. Dat ik zou maar zeggen, ik denk dat ik nog als ondernemer ook relatief veel over de schaduwkant vertel. Maar als het dan echt om ik zal, hè, daarom zegt hij ook: the hard thing about hard things. Dus het is eigenlijk 1 niveau lager. Neem even één voorbeeld. Ik word vader van onze eerste zoon. Ik zit op de intensive care, omdat mijn oudste zoon of onze oudste zoon veel te vroeg geboren is. Die moet daar 4 weken liggen. En op dat moment belt een medewerkster van mij op en zegt van ik neem ontslag. Dus, en zij weet dat ik op de intensive care. En ik zat op dat moment in een situatie met een bedrijf waar het heel erg kritisch was. En die zegt van nou, ik weet dat Tom daar op de intensive care zit. Weet er niet of dat kind dat redt. Maar ik bel even op, want voor mij is het belangrijk dat ik nu dat ik het kwijt ben. Dat ik nu gewoon zeg van. Dus niet van. Laat die jongen met rust en ik zorg wel dat we hier de boel onder controle hebben. Nee, pak de telefoon en zeg: Tom, sorry, maar ik weet dat je in een moeilijke situatie bent nu. En dan en zit je dus in die intensive care naar je kind te kijken, wat veel te vroeg geboren is. Nog een infectie had en zo, slangetjes in zijn neus, ademhaling en zo. En dan belt een medewerker op en zegt: Tom, ik neem ontslag. Nou, dat soort dingen dus. Dat is het verschil van het verschil. En dat is niet van: ik ben werknemer en ik krijg maandelijks een loonstrookje. En misschien dat ik een keer ontslagen word. Nee, dat is existentieel. Dus er staat ook ergens, dat vind ik wel interessant aan het boek, aan hem. Het is natuurlijk gewoon: het is een witte, intellectuele man. Maar de citaten die er elke keer in staat en waar de dingen waar de hoofdstukken mee beginnen, zijn altijd citaten uit rap en zo. Waar het alleen maar gaat om ja, gewoon hardcore taal en zo. En schelden en wat dan ook. En het is gewoon ja, echt existentieel, dat hele ondernemen. En wat je eigenlijk in die managementboeken ziet, eigenlijk moet je je afvragen of dat voor een heel groot gedeelte ook gewoon niet wordt geschreven door mensen die juist helemaal geen ondernemer zijn. Jim Collins is helemaal geen ondernemer, is een hoogleraar. Ik denk niet dat het boek niet heel fijn is. En er zijn nog een hoop van dat soort boeken. Maar de vraag is, ja, zijn dat nou echte ondernemers die 's nachts wakker worden liggen en denken van nou, als het nu fout gaat, dan is het einde verhaal. En dan ook het idee van als het einde verhaal is, waar ga ik in hemelsnaam solliciteren? Want een normaal corporate bedrijf zit echt niet op zo'n eigenwijze ondernemersgeest te wachten. Dus het is echt, ja, het is een. Ik denk voor iedereen die dit herkent als ondernemer, is het exact het juiste boek. En dan kunnen we misschien wat. Ik zat even te denken, dat hoofdstuk 5, dat gaat over zorg voor je mensen, je producten, je winst en in die volgorde. Dus ik zag daar, zeg maar, in die titel ook de link naar wat jullie doen, hè? Ja, First klopt. Ja, people, people first. Ja. ja? En people first. En dat zie je dus, ik dacht dit misschien te vinden ook in dit hoofdstuk. Ik dacht een soort menselijkheid te vinden in dit hoofdstuk. Nou, ik weet niet of jij het gevonden, maar ik zag niet veel menselijkheid in het hoofdstuk. Op een bepaald moment gaat het over, schreeuw ik nou echt altijd te hard en heeft het schreeuwen naar die mensen geen zin? Dus je ziet, en hij praat over, dus CEO zijn in oorlogstijd bijvoorbeeld. Hè, dus hij heeft het over oorlogstijd en vredetijd. Dus je ziet de krachttermen, zeg maar, de manier waarop hij kijkt naar de businesswereld is van winnen of ten onder gaan. En dus als je hier kijkt naar zorg voor je mensen, dan denk ik, nou dan zou ik eerder naar jouw verhalen luisteren of naar de dingen die eerder besproken zijn met hoe jullie het organiseren. Dan denk ik dat je toch veel meer kijkt naar de mens
Ja, maar het is. Want hij schrijft wel over dat als je de mens aandacht geeft, dat je daarmee dus dat je daarmee tevreden klanten krijgt. Maar wel op een iets andere manier als wat ik denk dat het zou kunnen. Ja, maar het is wel goed, wel interessant dat je het noemt. Dus dat is. Er is een artikel van hem, dat heet Peacetime CEO, Wartime CEO. Dat heb ik overigens ook gebruikt bij de sanering. Bladzijde 248, 249. En dat is wel uiteindelijk waar het over gaat. Dus ik noem dat altijd goed weerzeilers en slechte weerzeilers. En dat betekent, er zijn heel veel mensen, er zijn heel veel ondernemers die kunnen zeilen als het weer goed is. Maar er zijn maar heel weinig mensen die nog kunnen zeilen als het weer heel slecht wordt. En daar onderscheidt het kaf zich van het koren. En wat hij beschrijft is, dat hoofdstuk heet CEO in vredestijd en CEO in oorlogstijd. Hij zegt het overigens ook letterlijk hoor. Hij zegt, er zijn een hele hoop CEO's die zijn in vredestijd, doen ze het allemaal hartstikke oké. Maar in oorlogstijd zijn ze gewoon volledig onbruikbaar. En hij zegt dan uiteindelijk, jij bent de CEO voor vredestijd en oorlogstijd. En dat is iets wat ik ook wel vaker heb gezegd. Dat als we ervan uitgaan dat er ongeveer, dat in de, dat van de, qua de conjunctuurgolven, dat ongeveer die tijd, 50% is het relatief makkelijk, heb je de wind mee, 50% heb je de wind reten tegen. Alleen ja, het is wel beslissend of jij in de helft van de tijd waar je de wind tegen hebt, of je je bedrijf overeind houdt. En dat is wat hij daar beschrijft. En waar hij ook refereert aan Andy Grove, dus Only the Paranoid Survive. En wat mensen zich moeten realiseren is, en dat is heel lastig, en ik heb exact hetzelfde meegemaakt. In die sanering, waar we overigens rotatie hebben gedaan, en ik dan de eervolle taak had het bedrijf te saneren, heb ik gezegd, jongens, ik zet een andere pet op. Dus daar zul je even aan moeten wennen. En een hele hoop mensen zullen zeggen, ja, maar zo ken ik Tom helemaal niet. Ik zet mijn vredespet af. Ik heb het artikel ook gedeeld met de relevante mensen en gezegd, dit is nu geen vredestijd, dit is wartime. En, je hebt het, en de Amerikanen die zijn daar heel helder in. En die gebruiken die begrippen ook. Oorlogstijd, hè? Wartime, war room. En dat is gewoon, dat is ook geen discussie. Dus dat is. En wat hij daar beschrijft, heb ik exact zo meegemaakt. Dat je dus met z'n allen omzet moet maken. En dan zegt iemand van ja, laten we nog eens de processen bekijken. Of laten we nog eens nog betere kwaliteitscontroles doen. En wij zijn kwalitatief al de beste speler in Nederland. Kun je gewoon met de reviews en zo zien. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd in een meeting. Dat is een beetje hetzelfde wat je hier ook hebt. Ik zeg, het is een beetje alsof je op de Titanic staat. En je hebt het erover of we het koper moeten poetsen. Nou, dat is hardcore communicatie. Nou, dat wordt je niet in dank afgenomen. En dat is dan waar je de grenzen moet opzoeken. En moet zeggen van jongens, nee, het gaat niet om het koper poetsen. Of ik heb gezegd, het is alsof we met z'n allen in de kelder staan en het water daaruit staan te scheppen. En jij hebt erover dat we zonnecollectoren op het dak moeten monteren. Nou, dat is iets wat mensen in een communicatie van de vredestijd helemaal niet herkennen in jou als persoon. Die zeggen, ja, maar Tom, je bent toch altijd zo horizontaal. En ik dacht, we kunnen alles samen bespreken, et cetera. Maar dat is op dat moment, als die liquiditeit je tent uitloopt, dan moet op een gegeven moment gewoon gezegd worden, jongens, dit doen we. Of als je mensen moet ontslaan, dan heb je de kaasschaafmethode. Dus dan ga je discussiëren, jongens, van wie zouden we eigenlijk afscheid kunnen nemen? Ja, dat functioneert niet. Dus wat doe je dan als je dan wartime CEO bent? Ik heb dat ook gedaan. Ik heb gezegd, jongens, kosten moeten gehalveerd worden. Dit is de Excel-tabel, dat zijn de salarissen. Invullen tot we het bedrag bereikt hebben. Nou, en dat is. En dus daar waar je over de grenzen heen gaat en waar je merkt, oké, hier vind ik het dus niet meer leuk. Hier gaat het echt, in Duits zeg je, ans Eingemachte. Dat is dan waar na de hand, waar je dan ook overleeft. Dus waar het snijden echt pijn doet. Waar je over je pijngrens heen gaat. En dat weten sporters overigens ook. Dus als je op een gegeven moment een Elfstedentocht zou moeten uitschaatsen of een marathon moet uitlopen, en ik ben helemaal geen sporter, dan zeggen de mensen, ja, daar waar het na de hand, waar je echt merkt dat je op je tandje zit of op je tandvlees zit. Dat is waar het verschil naar de hand gemaakt wordt. En dat is wat hij hier beschrijft. En wat
ja, waar mensen uiteindelijk dan toch wel. Ja, de grote uitdaging is dan hoe is je communicatie toch zo goed en zo helder en zo transparant dat mensen begrijpen waarom je die pet opzet, die wartime pet. En dat je die niet opzet omdat jij een asshole wil zijn. Nee, omdat de verantwoordelijkheid een bedrijf in de lucht te houden en dat goed te saneren, dat is die hoofdverantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid te pakken en bij VanMoof tijdig in te grijpen en bij Lightyear tijdig in te grijpen, et cetera. Dat is wat een goede CEO onderscheidt van een slechte CEO. En als dat bedrijf dan naar de hand failliet gaat, dan heb je dus niet tijdig gereageerd, niet tijdig de nodige maatregelen genomen en je hebt het dus niet voor elkaar gekregen om die vriendelijke vredestijd pet af te zetten en de dingen te doen die je moet doen, omdat je de verantwoordelijkheid uiteindelijk hebt het bedrijf in de lucht te houden voor de rest van de mensen die daar dan aan de hand nog zijn. En dat is, ja, dat is het grote verschil. Wat ik me dan afvraag in dat hoofdstuk ook, is dat beschrijft hij zelf ook. Hè, ik heb het gevoel dat ik in die tijd 3 dagen in vredestijd heb gewerkt en alle andere dagen in oorlogstijd heb gewerkt. Hij noemt ook het voorbeeld bijvoorbeeld dat Larry Smith van Google neemt ontslag en dan komt een Page komt als CEO aan het hoofd. En ze hebben op dat moment zeg maar, geschakeld naar een CEO die er bewust voor kiest, dat is zijn tactiek, om in wartime over te gaan, om de oorlog op te zoeken. En dus ik vraag me ook in die beschrijving dan af, als ik dit zo lees, van, maar kies je er zelf ook niet voor om altijd de oorlog op te zoeken? Ja, maar het voorbeeld wat hij eigenlijk noemt, het beroemdste en beste voorbeeld is Andy Grove. Dus die Intel. Ik vond dat een fantastisch boek. Maar je kunt het in Nederland bijvoorbeeld vergelijken met Philips. Dus als je op een gegeven moment daar niet ingrijpt, neem bijvoorbeeld ook hier actueel met die hele pneu-affaire, et cetera. Daar zul je moeten ingrijpen. En daar heb je op dat moment dan iemand anders nodig die dat probleem serieus neemt en opruimt. En dat kan of zijn dat je gewoon moet saneren omdat de kosten naar beneden moeten. Of weet ik voor wat. Je moet. Van Timmer, dat was een wartime CEO. Ja, en Dat dan is. is. En dan, ja, en dan is. En dan is de vraag: hou je het bedrijf in de lucht? Dus uiteindelijk kun je zeggen van, als een bedrijf niet rendabel is, maar geld verliest, dan zul je moeten ingrijpen. Bij saneren is het eigenlijk altijd de kostenkant. Het is niet zo dat de omzet dan weer aantrekt. Dat kun je eigenlijk gewoon vergeten. Dat is een echte uitzondering en dan heb je geluk. He, zoals misschien nu bijvoorbeeld de rentecurve gedraaid is en de bankwinsten stijgen, et cetera. Maar normaal gesproken moet je ervan uitgaan, oké, die omzet die loopt eerder nog verder terug. En dan moet je de kosten snijden. En het grote probleem is natuurlijk van kleine bedrijven waar je de mensen allemaal zelf kent. En dat is wat hij ook beschrijft. Als jij in een hele grote corporate zit en je zegt tegen een of andere management consultant, hey, kun jij over de hele linie de kosten 20% naar beneden halen en verdeel maar de Excel sheets en doe het aan HR. Dat is iets anders dan dat jij met mensen persoonlijk spreekt en zegt, sorry, spijt me, moet je ontslaan. En dan heb jij tranen in je ogen en je medewerker, je collega heeft tranen in je ogen en je zegt, sorry, ik moet dit doen. En dat zijn mensen waar je een hele persoonlijke band mee hebt. En dat maakt het zo moeilijk. Dat je dan op basis van de cijfers en de ratio weet wat je moet doen. Maar dat je wel weet dat je iemand naar huis stuurt die vanaf morgen dan op zoek kan gaan naar een nieuwe baan. En dat maakt het zo lastig. En wat hij bijvoorbeeld hier schrijft is, om even terug te komen op die boeken. Hij zegt hier sterker nog, behalve de boeken die geschreven zijn door Andy Grove, ken ik geen managementboeken die je leren hoe je moet managen in oorlogstijd, zoals Steve Jobs en Andy Grove dat deden of deed. En dat weten we van Steve Jobs ook. Dat je op een gegeven moment dan gewoon erin moet gaan. En dan dat idee van, weet je wat, we zijn het allemaal met elkaar eens. En laten we nog eens vragen wat iedereen ervan vindt. Daar heb je ook helemaal geen tijd voor. Omdat dan die liquiditeit loopt zo hard je tent uit. Dat je eigenlijk dan je banksaldo kunt delen door het aantal weken. En dan weet je dat je nog, weet ik veel wat, dat beschrijft hij ook. 4 weken hebt, 6 weken hebt, misschien 10 weken hebt, et cetera. En dan sta je gewoon met je rug tegen de muur. En wat dan veranderd is, er staat hier ook, een CEO in oorlogstijd is niet uit op consensus, maar tolereert ook geen oneenigheid. En dat is heel lastig. Dus je moet beslissingen nemen, maar tegelijkertijd heb je ook iedereen nodig om het samen dan toch te doen. Dus je zult toch moeten uitleggen waarom je die harde beslissingen neemt. En dan zul je toch iedereen achter je moeten krijgen, dat iedereen zegt van ja, ik ga ervoor. En we gaan met z'n allen de schouders eronder zetten en we redden het.
Oké, noem eens wat aspecten van het boek voor jou die echt opvielen. Ja, dus wat ik bijvoorbeeld nu allemaal beschreven heb, één hoofdstuk heet Wanneer alles instort. Nou, dat is dat 's nachts wakker liggen en dus helemaal kletsnat van het zweet, zou ik maar zeggen. Dan wat we net besproken hebben, zorg voor je mensen, je producten en je winst. Ik vind wel, het is misschien een hele harde context waar hij het uitlegt, maar wat hij wel zegt is, begint altijd met de mensen. En wees dicht bij je mensen. Het is een beetje wat we, ik zou zeggen, Elon Musk, op het moment dat er problemen zijn in die fabriek, hij is in die fabriek. Hij ligt op de grond, hij overnacht daar. Daar is helemaal niks met familie. Dat is, wees bij je mensen. Want je kunt alleen maar van je mensen dingen eisen als je zelf ook. Ik zal maar zeggen, als dat zichtbaar is, of zichtbaar is dat je gewoon gigantisch veel werkt, dat kan ook zijn. Ik zeg niet dat je altijd daar dan in die fabriek zelf legt, maar ik denk als je iets bijvoorbeeld produceert, dan is bijvoorbeeld dat daar aanwezig zijn, is heel belangrijk. Dan heeft hij, wat ik heel interessant vind, is wat hij ook gewoon schrijft, is dat hoofdstuk 7, leiding geven, zelfs als je niet weet waar je naartoe gaat. Dus dat is ook. Dat achteraf is het allemaal heel makkelijk te verklaren en allemaal heel logisch, et cetera. Maar op het moment, en dat is ook een soort contradictio, dus je weet zelf niet waar het naartoe gaat. Maar ten opzichte van de mensen moet je wel die indruk wekken dat je weet waar je naartoe gaat. En daar word je natuurlijk soms een beetje schizofreen van. Dus ik zou maar zeggen, hij beschrijft beursgang of krijg je van bepaalde investeerders geld, et cetera. Dus je moet dat vertrouwen uitstralen dat het allemaal goed komt. Terwijl je voor jezelf denkt van nou, ik heb geen flauw idee over of we het voor elkaar krijgen. En dat maakt het, ja, dat beschrijft hij in een hele hoop voorbeelden, vind ik heel erg goed. En wat ik denk ik, en dat is misschien ook een punt waar jij ook iets over moet zeggen, het hoofdstuk wat hij zegt, de vaardigheid die hij voor een CEO het moeilijkste vindt. Dat is bladzijde 20, 223. Mijn psychologie managen was veruit de moeilijkste vaardigheid die ik als CEO moest leren. Nou, dat vind ik een hartstikke interessant thema. En dan staat er vol tussenkoppen. Als ik het goed doe, waarom voel ik me dan zo slecht? Nou, dat is. Ja, ik vind dat briljant. En dan schrijft hij hier: het eerste probleem is dat je pas leert CEO te zijn als je dat bent. Geen enkele training als manager, algemeen manager of welke functie dan ook bereid je daadwerkelijk voor om leiding te geven aan een bedrijf. Het enige waarop je daarop voorbereidt is het leiden van het bedrijf. Het is gewoon learning by doing. Ja. En dat is wat het zo moeilijk maakt. En ook al lees je daarover, je kunt best lezen van ik heb nog liquiditeit voor 3 maanden, maar dat meemaken en 's nachts wakker worden en kletsnat zijn, dat kun je wel vertellen. Maar als het zo is en je wordt wakker en je bent kletsnat en je hebt nog 10 weken liquiditeit, that's a different story. Nou ja, wat ik interessant verder nog vond in het boek was dat de stukken over besluitvorming, hè, dus dat je besluiten neemt die heel ingewikkeld zijn. Bijvoorbeeld, hè, dus dat je soms, en dat komt vooral in het hoofdstuk over de eentjes en de tweetjes. Heeft die twee type ondernemers, CEO-achtige figuren. De ene die meer zit op strategie, op besluitvorming, op heel ingewikkelde zaken en daarvoor. Keuzes maken die, wat je net zegt, hè, ook als je niet weet waar je heen gaat, toch keuzes maken. En de ander is, ik ga de processen zo goed mogelijk maken dat we hier een fantastisch bedrijf krijgen. De combinatie in één persoon, dat is heel ingewikkeld. Dat komt zelden voor. Het is meestal heb je dus de oprichter CEO is van de strategie en heb je dus een nummer twee die meer van de processen is. Hè. Dan kijk je even, hij noemde het bijvoorbeeld van Microsoft, waar. Bill Gates en Steve Ballmer. Juist, en het bijzondere was, wat hij dus deed daarna, is dat Steve Ballmer na tijd dus de CEO wordt. En dat, zegt hij, is eigenlijk een ingewikkelde keuze. Je kan nooit een CEO zijn als je alleen nummer twee bent. Hè? Dat je alleen een tweetje bent, moet ik zeggen. Niet nummer twee, maar een tweetje bent. Want dan mis je hele belangrijke vaardigheden. En dat zie je, in de besluitvorming heeft hij het ook over. Hè? Dus dan heb je soms, heb je dus, wat je net zegt, heb je die keuzes die je moet maken over iets. En dan moet jij dus, terwijl je dus mensen om je heen hebt verzameld die meer verstand hebben van zaken dan jij eigenlijk op onderwerpen. En dan moet jij die mensen gaan uitleggen waarom je toch kiest voor dat hele ongebruikelijke keuze. Terwijl, zeg maar, 80% van het bestuur, van je teamleden er anders in zitten.
Hij beschrijft bijvoorbeeld een proces van een sales manager. Dat stuk vond ik ook weer super interessant. Een sales manager die wil aannemen per se, of moet ik zeggen, vice president of sales was het natuurlijk. Hè. Dat was echt wel de top van de sales dan. En ook wat daar wordt genoemd. Hè, dus ga in ieder geval, let niet op de zaken van mensen die waarin ze tekort komen, maar kijk vooral naar de uitzonderlijke elementen waar ze in, accelereren, waar ze in opvallen. En dan neemt hij een salesmanager aan die bij de meeste mensen niet als de juiste voelt. Als degene die past binnen de cultuur. Want hij heeft een hele andere uitstraling. Heeft een andere fysieke uitstraling. Maar ook dus hoe hij zich gedraagt is heel anders. En dan zie je zijn beschrijving naar hoe hij aan Mark Andreessen uitlegt waarom hij toch die persoon vindt dat hij die moet hebben. Ja, en dat is wel, dat is bijzonder. Want de hele board is eigenlijk tegen dat ze hem aannemen. De team, het managementteam is tegen dat ze hem aannemen. En uiteindelijk gaat hij het toch doen. Dus dat is ook zoiets, hè? Dus je zoekt dan, soms zoek je consensus, maar als je consensus zoekt, krijg je eigenlijk nooit de beste medewerker. Want dan krijg je zo'n wishy-washy, dan krijg je zo'n middelmatig iemand, want iedereen vindt al dat dat goed is. Maar dan heb je eigenlijk niet de juiste persoon voor de job. En dat zijn wel dus de onderwerpen over besluitvorming als CEO in je eentje, tegen vaak heel veel mensen in je bedrijf ingaan. Dat vond ik super interessant. En ook die, wat je nodig hebt als CEO, die eentje en tweetje figuren, vond ik ook super interessant. Als een soort vaardigheden van ondernemers waar je mee bezig moet zijn. Dus dat vond ik zelf super interessante stukken in het boek. Er zitten ook, misschien is het wel belangrijk om te zeggen, er zitten ook gewoon hele praktische stukken in het boek. Waar je gewoon echt heel veel aan hebt. Dus om even een heel klassiek thema te nemen, feedback. Dat is bladzijde 254, daar gaat het over kernelementen. En ik vind dat hij dat heel goed uitlegt. En dat is ook iets waar ik ook echt puistjes van krijg als ik die boeken allemaal lees. Schrijft hij, om hoogwaardig feedback te geven moet je uitstijgen boven de basale techniek van de en noemt dat dan shit sandwich. Dus dat begint met iets positiefs, kom met een middenstuk en dan sluit positief af. Ja, dat is op zich helemaal niet slecht. Alleen de vraag is van, ja, hoe is dat middenstuk? En dan noemt hij een aantal dingen. Wees authentiek. Wees oprecht. Word niet persoonlijk. Hè, dus het gaat meer de zaak. Hè. Speel de bal en niet de man. Om het maar even in voetbaltermen te noemen. Zet iemand niet voor schut in aanwezigheid van collega's. Het is dat je eerst altijd probeert dingen persoonlijk bilateraal te regelen. Ook een klassiek voorbeeld. Feedback is geen eenheidsworst. Dus je moet heel erg specifiek moet je zijn. En wees direct, maar niet gemeen. En wat je natuurlijk heel veel ziet is dat mensen gewoon heel erg om die hete breien altijd heen praten en niet gewoon to the point komen. En dat proberen toch te scheiden van de persoon. En ik vind bijvoorbeeld, we zijn toch weer bij zelforganisatie, daar heb je rollen en je hebt personen. En de rol is ervoor, ik noem dat bijvoorbeeld de pet, ik heb een bepaalde pet op en met een bepaalde pet voer ik een gesprek met iemand, maar dat doe ik vanuit die accountability van die rol of die pet die ik heb. Dat is dan de rol die ik op dat moment heb. Dat kan in sanering, kan het een CEO zijn, dat kan een HR-pet zijn, dat kan weet ik veel wat zijn, een leidinggevende pet of een sales-pet, weet ik veel wat allemaal. En vanuit die rol heb je een verantwoordelijkheid, heel erg straight, op basis ook wel van getallen, met elkaar in gesprek te gaan. Te zeggen van, nou, hoe kunnen we dat beter doen? Of dat ging niet goed. En daar dan duidelijk in te zijn. En mijn ervaring is, en ik denk dat hij dat ook wel goed uitlegt. Als je eerlijk en authentiek bent, dan accepteren dat de meeste mensen dat feedback ook. Omdat de mensen zijn wat dat betreft natuurlijk ook best wel zelfkritisch. En weten ook best wel waar dingen fout gaan en waar dingen goed gaan. Dus alleen als je authentiek en eerlijk dat gesprek met elkaar aangaat. Of bijvoorbeeld ook zegt van, nou, misschien zit jij hier niet op de juiste, of tenminste, niet misschien, jij zit hier niet op de juiste plek. Of dat is de conclusie van zo'n gesprek. Of wij zeggen bijvoorbeeld in de organisatie, we denken dat je ergens anders gelukkiger bent dan bij ons. Als dat authentiek is daadwerkelijk onderbouwd is en met respect, dan gaat dat allemaal hartstikke goed. Waar wordt het een probleem als mensen eromheen draaien, eigenlijk niet straight zijn en dan uiteindelijk, wat je natuurlijk heel veel hebt, achter de rug van mensen, dan over mensen wordt gesproken in plaats van met de persoon zelf het thema besproken wordt. Ja, dat, op die pagina, dat is interessant, vond ik zelf ook. Hè? Dus, want hij noemt dan die punten over hoe dat dan doet, maar het laatste stukje van die pagina 255, dat is feedback is een dialoog, geen monoloog. Ja. En die noemde je net niet, maar dat is dus, het is dus wel een gesprek wat je hebt. Want het kan zijn dat je het verkeerd hebt. En dus
Maar dat kun je, je kan ook alleen maar een dialoog aangaan als je dus heel duidelijk en direct bent. Hè? Anders krijg je geen, want dan krijg je, Ja, klopt. dan krijg je een hele wazige discussie. Want dan zeg jij, ik denk dat dit en dit en zus en zo misschien is. Ja, dan gaan mensen, zeg maar, die punten eruit halen. Die zeggen, nee, maar dat is echt niet zo. Dat heb ik nooit zo gedaan. En dan zit je straks met een probleem dat er niks verandert. En dat is natuurlijk ook niet wil. Dus je moet heel duidelijk zijn, maar wel openstaan voor dat je hoort wat de ander zegt, wat hij ervan vond dat op dat moment gebeurde. Maar als je niet duidelijk genoeg bent, is dat bijna onmogelijk geworden. Ja, dat is een hele goede aanvulling. Het is, en eigenlijk als je dat soort gesprekken voert, dan begin je eigenlijk altijd met een voor jezelf met een vragenlijst. Dus even heel concreet. Je zou bijvoorbeeld vragen aan iemand van, nou, ik zou hem zeggen, wat doe je het liefste als je het over accountabilities hebt of over verschillende verantwoordelijkheden van een klassieke functieomschrijving? Omdat iemand natuurlijk zelf ook wel aanvoelt dat iemand bepaalde dingen liever doet dan andere dingen. Even heel concreet voorbeeld. We hebben verschillende klantensegmenten. En mensen of collega's die adviseren, die zullen in bepaalde klantensegmenten beter zijn dan een andere. Natuurlijk voer je dat dan als een soort vraaggesprek. Welk type klanten adviseer je het liefste? Dat dan natuurlijk naar de hand de conclusie is, oké, dan zal waarschijnlijk je conversie of je succes in dat klantensegment hoger zijn dan in een ander segment. En dat dan de volgende stap is van, nou, oké, wat heb je voor ideeën om, ik noem maar wat, in een intiem verband, bijvoorbeeld of klanten uit te ruilen of van elkaar te leren, et cetera. Dat is logisch, maar dat functioneert alleen maar in wederzijdse communicatie en in vraaggesprek. En het grote voordeel is dat door middel van vragen mensen zelf reflecteren. Dus als je een vraag stelt en iemand moet over een antwoord nadenken, dan is de kans dat iemand zelf reflecteert en zegt van, nou, misschien ga ik hiermee aan de slag natuurlijk veel groter dan dat je eigenlijk alleen maar iemand een mededeling doet. Dus dat, maar ik vind dat hij dat goed uitlegt. Wat je Nee, misschien natuurlijk wel merkt, is misschien even als toch kritische opmerking. Het is natuurlijk wel het voorbeeld van een, ik zal maar zeggen, verticaal denkende Amerikaanse CEO. Die zegt van, nou, we hebben teams. En degene die een team leidt, die heeft die eindverantwoordelijkheid. En dat moet functioneren. En dat is dus die managementstijl is meer verticaal georiënteerd. Dan horizontaal georiënteerd. Maar dat is in die Amerikaanse cultuur, ik zou maar zeggen, eerder normaal. En wij zitten natuurlijk, ik zou maar zeggen, in de Europese context veel meer in een wij en team en wat vinden wij ervan, et cetera. Alleen dat heeft, nogmaals, om de boog weer te maken naar sanering. Ja, als je dus denkt dat je op basis van consensus een bedrijf kunt saneren, nou, dat functioneert dus niet. Dus daar zul je dan, maar dat kun je nog steeds horizontaal organiseren. Je kunt nog steeds zeggen van, oké, we hebben dat bijvoorbeeld gedaan. Staat ook in die presentatie. Als we nou bijvoorbeeld willen, als we mensen moeten ontslaan, we weten de helft moet eruit om dat kostenniveau te bereiken. Hoe doen we dat dan? Doen we dat volgens de regels van de overheid? Ja, dat is voor een gedeelte is dat gewoon voorgeschreven. Doen we dat decentraal? Zeggen we tegen elk team van, nou, zoveel mensen moeten eruit, wil je het zelf beslissen? Of laatste optie, zeggen we van, we wijzen mensen aan die verantwoordelijkheid hebben dat op te lossen. En dat hebben we bijvoorbeeld in onze staat hebben we dat ook. Dus als we een geschil hebben, dan gaan we naar de rechter en dan vragen we de rechter daar een oordeel over te doen. Dus je kunt dat best horizontaal organiseren, maar op het moment dat iemand die verantwoordelijkheid heeft gekregen in een crisis iets op te lossen, ja, dan moet er ook, ik zal maar zeggen, gehandeld worden. Want dan kun je niet, ik bedoel, als het huis brandt en iemand heeft die leiding en zegt, nou, we gaan daar naar binnen en dat doen we eerst en die deur trappen we niet in, et cetera. En je kunt niet voor elke deur die je intrapt terwijl het huis brandt discussiëren of je die deur wel of niet intrapt. Daar moet dan wel iemand de leiding hebben en zeggen van, hier, dit moet op. Bij een leger is natuurlijk een heel klassiek voorbeeld. Daar kun je afspreken wie van zo'n commando-eenheid heeft op dat moment de leiding. En that's it. En dan kun je na de hand weer debriefing doen na zo'n inzet. Alleen als je in een vechtsituatie bent, kun je niet op het slagveld met elkaar overleggen of je links of rechts om moet. Ik bedoel, that's not the way it works. Oké, sluit hem af, Tom. Ja, je merkt natuurlijk wel aan mijn, ik zal maar zeggen, engagement, dat dit iets is wat mij als ondernemer erg bezighoudt en waar dus heel erg de keerzijde aan zit. En ja, als mensen daar dus mee zitten, sluit je aan bij die ondernemersnetwerken, omdat om
dat het ook heel moeilijk is om dit soort dingen ook privé te delen. Dus ik denk dat het heel gezond is om met andere ondernemers dit soort twijfels, stress te delen, omdat dus die stress zo hoog kan oplopen dat je gewoon voor jezelf helemaal geen uitweg meer ziet. En dan, ja, dan kan dat dus op ja, dan dat is gewoon, dan heb je echt wel een mentaal issue, hè? Dat is mental health, et cetera. Dan moet je echt wel aan de bel trekken of ergens opbellen. En die ondernemersnetwerken, die zijn denk ik een goede oplossing. Of om naar jou natuurlijk te gaan, zorg dat je een coach hebt waar de vertrouwensrelatie zo groot is, dat je daar je stress voor een gedeelte kwijt kunt en dat je daar een sparringspartner hebt. Zodat je zelf er niet aan ten gronde gaat, of je relatie of je familiaire situatie. Ja, want ik ken dit soort gesprekken natuurlijk ook met ondernemers. Als coach, ik ben niet zo'n ondernemer, dus ik heb niet de oplossing voor het probleem, maar het is wel de ruimte voor de ondernemer mij te venten, zeg maar. Hè? Dus te vertellen wat hij gaat doen en wat allemaal verwacht wordt. En dan kan ik vragen stellen over waarom hij dit kiest of dat kiest of hoe hij dat dan gaat organiseren. Maar uiteindelijk hoef ik niet de keuze te maken, moet die ondernemer de keuzes maken en die moet eigenlijk die acties uitvoeren. Maar het helpt. In ieder geval de ervaring die ik hoor van hun. Het helpt in ieder geval om er met mensen over te praten. En of dat nou met mij is als coach, maar zoals jij al zegt, met entrepreneursorganisaties, met andere ondernemers. Dat is denk ik super belangrijk om een soort sanity, zeg maar. Dus een soort reinheid te krijgen in je gedrag, zodat je niet zelf elk aan onder doorgaat. Want dat is toch het ultieme wat je in ieder geval niet wilt realiseren. Klopt. Dus een boek om te lezen voor ondernemers die hard aan het groeien zijn, die in dit soort gevarenzones zitten, die het gevoel hebben dat ze altijd in oorlog zitten, of in een gevecht zitten met de markt, met concurrenten, met zichzelf, met financiers. Waardevol om te lezen, ook om te leren van zo'n ondernemer die het allemaal heeft meegemaakt. Met een sausje Anglo-Amerikaans denken, horizontaal denken. Of zeg ik, dus op een traditioneel ingerichte organisatie manier denken. Ja, ik denk dat als je dat een beetje kunt accepteren, dat je niet op zo'nzelfde manier de organisatie inricht, maar wel met dezelfde problematiek te maken hebt, dan is het een zeer waardevol boek. Ja, dat vind ik ook. En anders dan kun je ook op bepaalde thema's gewoon op hun website, Andreessen Horowitz, A16Z, staan dus al die blogartikelen. En dan kun je ook gewoon op thema kijken. Dus wat ik vind wat heel goed werkt, is als je gewoon zelf met een thema zit. Bijvoorbeeld, ik noem wat, je moet mensen ontslaan of aannemen. Of haal je iemand wel uit een grote organisatie om je groei te versnellen, et cetera. Dan heb je eigenlijk één heel, dan vind je een artikel. Wat dan bijvoorbeeld hier een hoofdstuk of een deelhoofdstuk is. En dan ben je eigenlijk meteen to the point. Want op het moment dat je dus in de shit zit en iets op wil lossen, dan wil je alleen maar over dat stukje wil je lezen. En dan wil je niet zeggen van ja, nee, maar ik ga dat boek eens lezen. Want daar heb je op dat moment helemaal geen tijd voor en ook helemaal Nee. geen zin in. Dus ja, doe je voordeel met de stukken, want ze staan allemaal op de website van Andreessen Horowitz. Het is wel grappig om te zien, overigens nog even straks te denken, waar die zijn inspiraties om verhaal. Jij noemde net die rapper, hè? Dus het zit veel in een rapstuk, maar ook in films. Hij had ook heel Ja, veel ja, uit uit de films en dan populaire hele cultuur. typisch Amerikaanse films. Dat is ook wel weer grappig om te zien, maar goed. Dank je wel voor het luisteren. Het was weer een waar genoegen voor ons om dit boek te lezen en te bespreken. Hopelijk was het voor jou een genoeg om naar onze bespreking te luisteren en daar conclusies uit te trekken. Dank je wel, Tom. Dankjewel, Erno.